Joost is dood. Wat fijn. Wacht. Oh, daar gaat nog iemand neer. Is dat Joost? Oh, oef. Ik moet even een body armor. Ja, ik heb geen chest piece wel, nee. Ik heb te veel loot bij, maar ik wil even Joost de loot hebben. Joost! Oh, die reload bugs zijn echt... Ja, als ik hier sta, kan ik healen. Kijk, ik heb hem nu één keer gehit. Dat is vaak een teken dat ze weer gaan vallen. Hij kan zomaar vallen! Ik moest even bullets bijstekken, maar toen zag ik meteen een kill message. 3. Kijk, en dan vallen ze weer. Sterk arm. Ik kan de damage niet zien. Dat maakt het wel een soort van lastiger. Ja, deze... Hey, Force Master. Lekker. Oh, zijn ze... ze vallen allemaal voor mijn... voor mijn sneaky ass nieuwe turret. Oh, lek. Fijn, dan ga ik dood. Als ik nu nog leef, ben ik blij. Maar dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dank u, dank u, dank u, dank u. Ik ga ook gewoon voor hun neus lekker die body looten. Thanks voor je stego. Female 3 biertjes. Is dat niet een 100 HP plus stego? Wacht, van wie heb ik die geloot? Wie was dit? Forest Master. Oh. Oh. Dank u wel. Dank u, dank u. Fire Master is er ook. Nou, niet lang. Jeez, wat zijn ze al? Ze zijn ook allemaal in die basic, die armor die ik aan heb, zeg maar. Zijn ze een defender? Wat gebeurt hier? Ja, nou ben je al gehit en nu ga je weer naar beneden zeker. Ik moet even een shadow stake hier hebben, man. Oh, iemand grappelt hier ook nog. Daar ergens. Oh, daar. Oh, hey, Joosnas! Hey, Rudy, hallo, wie geht? Goodbye! Zeg even tegen je maten dat ze niet moeten snipen. Ik hoop eigenlijk stiekem dat Jamie de andere kant heeft. Ja, jongens, ik moet ook moves maken. Alleen, ik ben in de minderheid. Master's going hard. Oeh. Nu ga ik dood. Er staat hier een turret, Joost. Psst, er staat hier een turret. Pas op. Jawel, kijk. Hier zo. Hey, dude. Kijk, hier staat een turret. Kijk. Nou niet. Nou niet. Nee, ja, dat is geen turret. Dat is geen turret. Er staat hier een turret. Zie je? Er staat een turret. Why you bully? Oh, ik ben echt een bully. Ja, jongens, ik ga er nog even een turretje bij zetten. Ze probeert via die kant en die ene toren neer te halen. En dat is prima, dat mag gewoon. Maar ik vind het wel grappig. Als het goed is met Janet... Oeh, jeez, bro. Hey, je eigen armor raakt op. Oh, wacht, ik had allemaal trash armor aan ook. Dat zie ik nu pas. Heb ik nog legs? Oeh, dat is kut. Dat is heel erg pijnlijk. Er zitten weer twee van die vliegen. Jezus Christus. Kunnen we ze zien zwaaien? Hey! Oké, daar gebeurde er iets. Kijk, als ik dan hier even iets lager, zo bijvoorbeeld. Dat is een mooi plateau. Doe nou niet. Wil je dood of zo? Je moet het ding hakken. Hier, je hebt sterke armor. Ik ga niet liegen. Dank u wel, dank u wel. Maar ik was nog niet klaar met mijn plan. Luister, luister naar me. Heb jij vlak voor mij? Oeh, ik heb heel veel techbo's nu, jongens. Oké. Ik wilde deze dus even hier... Ze zijn nu wel via de andere kant bezig. Dus ik hoop eigenlijk dat daar... Dat daar... Dat ja. Dat is een stego. Die glijdt er vanaf, denk ik. Ik heb te veel loot bij op dit moment. Dat is wel even... Oh, ze hebben die gedropt. Oké. Okay. Sandmaster, zit er een body in de lucht? Oh, ze proberen deze tower echt te droppen. Kan ze ook nu doodgaan? Oh, fijn. Ja, dit is echt weer het perfecte moment. Oké, okay, ik moet even kijken hoe ik zo'n stego makkelijk weg kan krijgen. Ik heb wel Tila's trouwens. Ben ik nog niet helemaal ready? Oh, mijn kluis zit letterlijk vol. Die toren heeft ook helemaal niet zoveel bullets eigenlijk. En er staan ook helemaal niet zoveel tech turrets. Ik denk dat ik wel even een techbow meegenomen van hun. Gewoon puur om te stunnen. Voor de stun factor. Hij kan wel bijvoorbeeld dus met... Oké, nice. Ah, die moeten we even looten. Ik kan wel bijvoorbeeld met een Tila... Jezus, wat een kutbasis is het ook. Zo weet je wat, slopen maar. Met een Tila erin op die stego's. Alleen het nadeel daarvan is dat... Ja, dat zijn gewoon heel veel nadelen. Stop even met snipen, joh. Oh, een vieze muggen, echt. Ja, maar niet allemaal moet ik ze erop zetten. Oh, Swampmaster. Heb je nog matige armor aan, Swampmaster? Dat betekent dat hij al zijn shit kwijt is. Gaat hij mij nou in mijn rug mappen, die stego? Deze bullets zijn volgens mij ook allemaal leeg nu. Ja, die zijn leeg. Oké, okay, ik wil echt zo'n loot. Die is wel kaal. Nou, dat hoeft niet zo heel veel te zeggen eigenlijk. Kijk, het stomme is... Kijk, hij zet mij op mijn plek vast, omdat hij snipt. Maar daardoor zit hij ook op zijn plek vast, omdat hij snipt. Snap je wat ik bedoel? Dus het doet niks, in essentie. Maar dan ben ik even benieuwd of zijn body hier nog ergens ligt. En ben ook benieuwd wat Jamie aan het doen is, want ik ben hem helemaal kwijt. Is hij shield down? Nee.
Ik ga even kijken of hier nog wat in zit, maar ik denk het niet. Nou, gaat zwantjes. Oké, die gaan niet uit. Ik kan zijn laatste body niet echt vinden eigenlijk. Oké, nou heeft hij zijn goede kit eraan. Uit. Oh, daar werd wel wat gehit. Dat is echt heel lastig te verdedigen, want dit moet ik echt met 4 man verdedigen als het even kan. Oh, hey, Jamie. Hey. Hey. Ja, het is een beetje 360 graden defense, alleen zit er alleen maar te snipen, man. Ja, ik merk het. Maar ik ga even moe spoelen, dat komt goed. Ja, ik zit zitten gewoon in mijn turrets te poelen. Ja, precies. Dan hangen ze onder zo'n platform, sta ik ernaast te kijken van wat doe je, grappel ik ze. Ik heb zoveel gratis loot, jongen. Ja, dat wordt even haak hier, man. Sowieso. Ja, dan gooi ik het allemaal in alliance bases. Nou, Jamie gaat move spoelen, dat vind ik fijn om te horen. Wil ik eigenlijk ook doen. Alleen ik wil eerst even die turrets hier spekken. En ik heb gewoon nog kogels over, dus why not? Als daar even niemand hangt, dan zou ik echt ontzettend blij zijn. Oké, personal advanced rifle bullet naar de heavy automated turrets. Check. Waarom hangen er ook echt 2? Shadowmaster, Firemaster. Doe een move. Doe iets. Volgens mij killen heeft hier geen zin, want ik lig in mijn eigen turret range. Hey, ik hoor een... Oh nee. Hij heeft het platform neer. Is hij verder naar onder gevallen? Oh, daar is hij. Oeh, daar is hij toe. Oké. Nou ja, ze hebben dat neer. Ongelooflijk. Oh, daar zit de stego. Oh, dit is kut. Ja, nu ga ik wel dood. Maar deze kan ik nog even gebruiken voor mijn nieuwe turrets. Die ik op super toffe plekken ga plaatsen. Wow. Dat wordt epic. Is hij dood of niet? Oké, maar dit is dus eigenlijk dus geen ramp. Want jullie zijn meer gevuld. Ik moet alleen dit wel schakelen tussen player only en dino, zeg maar. Want ik heb niet, zeg maar, zij hebben allemaal 3k kogels per ding. Ja, ik niet. Laat me gewoon even mijn turret pakken, man. Anders moet ik helemaal naar binnen. Oh, klote muggen, echt. Ik voel me echt daadwerkelijk net zo geïrriteerd als wanneer ik in een tent slaap. En heet het... Waarom heet ze de Masters? Waarom is ze niet gewoon... Gewoon swampmugger? Oké, maar goed gedaan. Je hebt dat geunlocked. Zal ik even tech boots aandoen? Die fall damage gaan we nog een keertje slopen, zeg maar. Ja, congratulations. You have done absolutely nothing. Dag. Oh, daar heeft hij geluk, jongen. Voor 1 seconde. Dag. Ah, hier heb ik pech. Dat zou ik hem zo kunnen pakken. Ik weet alleen niet helemaal waar zijn body is gevallen. Volgens nog, trouwens, die gen is weg. Nee, ze hebben dubbel gen. Ja, hij is wel terug. Oh, hij respawnt zo fucking snel ook, jongen. In ieder geval, dit. Ik kan niet goed zien of zijn gen daaronder zit. En dat zonder shadow steken, jongens. Hoe epic ben ik? Gaat hij nu droppen? Hebben ze al geprobeerd? Nee, ja. Ik denk dat ze wel ondervonden hebben dat dat niet kan. Nou, trek even terug. Hij gaat nu een stego hierop gooien. Oh, dat was 10 mil damage. What the fuck? Wat was die 10 mil damage opeens? This is too close to enemy foundation. Hier, pak een batterij. Ik kan beter stunnen en dan meenemen met mijn grapple. Maar werd dit nou aangevallen of wat gebeurde hier? Het kut is trouwens ook, ik kan niet echt goed mijn damage nummers in de gaten houden. Hey, Ubershark trekhaak, daar is iets gaande. Laten we het swamp even, laten we kijken of we hem één keer kunnen killen. En daarna gaan we ook even kijken of we wat hydinaties hierin kunnen janken. Alleen dat shield kijkt niet zo op neer, dat is wel een ding. Die moet ik eigenlijk tag teamen. Ik ga wel 1 verdieping omlaag, zodat hij dichtbij durft te komen. Hij heeft het al door, nevermind. Ik ga weg van mijn turret, dan gaat hij me netten. Althans, dat is het idee. Dat is een hit, dat is sowieso ook een hit. Oh mijn god, die was zo close. Oké, where you at? Give it away now. Zat hij wel op instant hit? Waarom probeer je te netten, man? Ik heb tech. Ik kan er gewoon uitspringen. En dan zit ik in turret range. Oh mijn god. Oké, ik kan hem niet uitspringen. Waarom kan hij uit... Oh, heeft hij toevallig net? Wat stom. Ik wilde over die rocket heen springen. Ik had ook niet door dat mijn grapple vast zat, zeg maar. Sag. So sag. Nou, GG, die mag je hebben. Steek die maar in je zak. Maar, let wel op. Ik ga nu gewoon zonder gear. Hij heeft nu 1 turret van mij, of niet? Ja. Nou, ja, ze hebben voornamelijk hun eigen spul terug. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hallo? Maar het is ook gewoon, zeg maar, ze weten niet per se dat ik veel bij me heb. Dat is ook een ding. Dus je risk zo'n battle eigenlijk voor saus. Heel veel saus. Oké, even denken. Kijk, voor mij is het nu gewoon belangrijk dat ik ze op afstand hou. Dat is eigenlijk het enige nut. Hij kan me nu wel trouwens fucking hard. Oh, this. Oké, prima. Daar turrets. Ik kan daarop droppen en dan pushen. Maar het is geen cave damage, dus dat gaat wat langer duren. Volgens mij wil hij ook gewoon een opening hebben om een stego te droppen. Kijk, ja, nu is het dus de fight helemaal niet waard. Omdat ik gewoon geen zak bij me heb. Maar dat weet hij niet. Oké, nou wil ik op hem vallen eigenlijk. Oh nee, hij heeft me. Oh, ik kan echt niks dan. Huh? Oh, hey, je kan toch normaal hier uitspringen? Of kan dat alleen met normale tech tier? Ik denk dat het alleen met normale tech tier kan dan. Of was het met een bola?
Oké, dan moet ik even een headshot meenemen en de rest. Goed, als hij hier bezig blijft, kan hij me niet reden. Dat is wel echt eigenlijk stiekem een beetje mijn strat. Maar dan moet ik dus ook nog even een headshot hebben. Twee, die maar. En een bola, zou dat ook wel grappig zijn. Ja, daar kun je wel uitspringen eigenlijk. Oeh, een whip. Komt u maar. Ik ben wel afhankelijk van die turret die er staat. Want dat is mijn matje. Is er nog een chill wapen, een tech pistol of zo? Hallo, hengelo. Het is meer als ik hem nu één keer kill, ben ik rijk. is dat mijn turret er nog? Oh, nee. Hoe heeft hij die zo kapot gekregen, though? Dat vind ik best bijzonder. Gewoon met een rocket? Dat kan toch niet? Die schiet hem toch gewoon uit de lucht? Maar ja, mooi is, ik heb mijn batteries terug. Pak gewoon een nieuwe turret. Het is grappig hoeveel één turret kan afleiden, jongen. Ik zou hem eigenlijk hier willen plaatsen. Dat zou echt perfect zijn. Oké, heeft daar wel zijn stego's klaar staan? Ja, ik kan dus met een stego daarop en dan achteruit. Alleen, zolang hij er is en kan netten, krijg ik die shield sowieso niet neer. Shield heeft fucking veel HP. En als daar de Jenny onder staat, en ik denk het eigenlijk wel. Dus dat zou ik doen. Waar is die turret? Oké. Ik ga er gewoon in vliegen. Oh, Jamie is hier aan het pushen, denk ik. Oké, hoe krijg ik die snel neer? Nou, Jamie heeft er gewoon random hier neergezet, denk ik. Dit is geen pushlocatie. Dit is gewoon random om het kan. Ja, misschien moeten we toch Tila Collegos gaan halen, jongen. Nou, ja. Aan de andere kant, het is niet dat ik zoveel bullets in mijn turrets heb. Op een gegeven moment is het gewoon op. En die Tila gaat hier dit snipen, omdat het zo open is. Maar ik zou hem op zich wel willen killen voor zijn zadel, alleen al. Heb ik Tila's to go? Nee, nee. Ik heb ook niet echt... Hey, trouwens, je hebt gewoon een zadel. Ik ga wel even kijken wat de rest aan het doen is. Gewoon daar in die angle. Want ik zie daar alweer een mug. Zal ik er gewoon naartoe vliegen? Ik denk dat hij gaat stegen droppen. Hé, hey, er hangt hier een muggetje boven mijn basis. Ik heb de zwantruip gekild. Oh ja, ik ook al 5 keer. Die heb ik lekker genoeglinied. Oh, lekker. Hey, wie is dit? Ik ben ook zo stego's terug aan het lokken met mijn genoeglinies. Oh, goeie. Ik ga Firemaster even killen zonder dat hij door heeft. Ja. Hallo, wat doet hij nou? Ik heb geen eens wapens. Firemaster, kom hier, jongen! Gaat hij nou? Oh nee! Oh nee, daar is de zwamp! Oh nee! Oh ja, ik heb weer een nieuwe turret trouwens. Het is maar dat je zo'n kut armor hebt, anders was je al zo vaak dood geweest. Pff, ik zei het toch? Heb ik hem niet? Oeh. Oeh, ik heb hem. Ik heb hem. Ik had hem. Hij zit nu onder de grond. Kom maar. Oh, dat is jammer. Dat was even zweten. Dan ben ik dood. Ik leef nog. But little did he know. Ik heb ook netten. Ik wil even Firemaster. Kom maar. Oh. Oh, spring. Ik heb zoveel te verliezen hier. Oké, dat is mis. Jammer. Daar ben ik nu weer mijn netten kwijt. Ik ben wel stiekem benieuwd of ik Firemaster nog kan doen. Maar ik denk dat hij nu zelf bij zijn eigen body is. Onder welke lach hij ook alweer is. Oh, Jesus fuck. Ik heb hem gegrappeld ergens in, maar hij bleef gewoon hangen. Was het deze? Oh. Ik weet niet precies wat dat... Wat een look. Nou, dat waren niet echt waardevolle spullen. Oh, wat een vette... Ik ga die ook even equippen. Weet je hoe ziek die eruit ziet? Hoppa. En een metal wall, hè, jongens. Kijk hoe cool ik ben. Hoor dit? Hé, hey, hoeveel kitjes heb jij al gefarmd? Godverdomme, man. Ik ga stuk. Ja, toch? Ik had Joost gemindcontrolled met een Noglin. Ja. En toen TP hij naar zijn been. Nee! Dus ik zat midden in zijn base, een red base. Nee! Terwijl ik Joost aan een mind control was. Nee, en toen? Oh ja, dat kon niks. Ik kon niks. Ah, balen man. Maar het was super droog hoor. Hij zat even rond te rennen en ik zat even zijn tech replicators aan en uit te zetten. Ik dacht, kon je steeds één element, man. Hoppa! Oh, ziek. En toen was de mind control afgelopen, zat hij dansjes te doen en zo. Ja. Ja, ik zit de hele tijd mezelf hier voor de Swordmaster te gooien met letterlijk niks. Alleen een grapple hook en een spyglass. En ik gooi dit van die charge battery turrets neer. Maar ze... Heb je van een gekke pakje hier trouwens? Ja, ik gloed van de Firemaster. Die had niet... Ik zei het ook van, hij heeft niet door dat ik hem ga killen. En toen had hij het niet door en killde ik hem. Oh, nice. Ziek. Ik denk dat ik maar gewoon even moves terug ga doen, man. Ja, ik zit een beetje vast. Want ze hebben hier onder die shield gen. Die kijkt gewoon in mijn eentje niet neer als ze daar met z'n 2 of 3 staan. Nee, maar kom naar rechts. Die kant? Daar? Ja. Oh, oké. Okay. Wat hebben we nodig? Twee stego's, pre-net. Je bedoelt al op dat plateau, tech toch? Rifle. Oh, wacht. Nee, flap aan de kale rit!
Nee! Niet flappertje! Okay. Oh, hij leeft nog. Probeer jezelf. Ja, ze proberen ook dit met matige turretoren te stego droppen of zo, maar dat doet niks. Nee, niet flapper! Oh! Oh, ik ga even een dogfight doen met iemand hoor. Hier ze proberen te flapperen. Geen genade! Waar ben je? Dan zie je weer. Oh ja. Hallo. Dag. Ja, die ga ik niet kunnen looten. Waar was ik bij mijn leven? Shadowmaster. Nou, ze hebben daar badturrets. Ik denk eerlijk gezegd dat ik dat redelijk neerkrijg. Zo'n badtactor. Ik kan alleen niet... Ik moet even de Jenny zien. Dan kan ik even iets beter mijn move incalculeren. Ja, joh. Snipe maar lekker, joh. Daar zie ik dus al een Jenny onder de teleporter van Noobmaster. Waar Noobmaster, Forcemaster, Firemaster, Lunarmaster. Jezus, zijn ze echt weer met de full gang. Zijn we met 6? Ja, dan ga ik ook even meer ally erbij roepen hoor, als dit is. Oké, maar ik moet wel even Jamie zijn plan gaan initiëren. Hoi. Oh, hey. Ik heb Samp weer dood. Nice. Ja, hij kon alleen niet bij zijn body, want hij viel in zijn base, maar goed. Ah, oké. Okay. Deze, wil je deze hier kietelen? Mm-hmm. Oh, nog eentje verder. Eentje verder zit er nog één trouwens, weet je dat? Goed dat ik Jamie nog tegenkwam, want anders was ik weer naar die andere toe gegaan. Oké, flapper de kale rit. Ja, je gaat waarschijnlijk dood, jongen. Het is niet anders. Oké, ik moet even hebben. Vlak zet je. Legs. Armor. Wacht even voor, dus die. Die. En die. Hands. Helmet. Check. Ik nodig nog een biertje. Ja. Broeske. Oh ja. Even kijken. Hatchet. Net projectile. Inderdaad. Met netjes. Moet ik nou wat grappelen? Hé, hey, daar vliegt weer er een. Firemaster. Ik ga hem even van mijn terrein afjagen. Oké. Okay. Godverdomme, aan de kant of ik bak de slipper. Waar ben je? Daar weer, hè? Ze zijn allemaal bang voor mijn dolfijn. Het is prachtig. Ik maak me echt te weinig zorgen om dit. Ik weet niet waarom. waar was ik? Ja, extra. Ik nog een chest piece extra. Gewoon niet te sterk. Gewoon even iets dat, ja. Helmpje extra misschien? Oké, dan moet ik even stego saddle hebben. Ik hoop dat ik die heb opgeboren. Die ben ik denk kwijtgeraakt wel. Die had ik iets te lang in mijn inventory. Dat is... Oh ja, die ben ik dan wel verloren. Die heeft hij... verloren. Ik had hem gepakt en hij heeft hem teruggekregen. Daar komt het eigenlijk op neer. Laten we eerlijk zijn. Oké, dan moet ik even 2 Hydinators hebben. Ik denk dat ik toch wel een cryo pak dan. Oh, zijn ze op mijn dolfijntje aan het schieten? Ze zijn op mijn dolfijntje aan het schieten. Ik weet niet wat hier gebeurt. Oh, jij weer, hè? Die durft. Oké, Shadow Swamp Fire. Ik ga ook wel echt even een paar van die teleportertjes lopen. Ik vind het jammer dat ik dit ding niet kan weg-tp'en, want hij wordt gewoon een beetje gepest. Wat je woolly flapper. What did flapper ever do to you, man? Oh, Oblivion staat hier nog gewoon. Hey, kijk daar! Subservo's gport.com. Ga naar gport.com. Check de links in de beschrijving. Doe het even. Nou, is Flapper nog in leven? Fleurtje! Onacceptabel! Revenge of Fleurtje, morgen. 5 uur. 4 uur? Hoe laat upload ik nog?